Zo, en welkom naar de Alwetter Zoo in Münster. Vanavond gaan we hier naar de lichtjes kijken. Vandaag overdag gewoon naar de dieren. Vanavond gaan we 360 graden video's maken en bewerken. Dan gaan we kijken hoe dat gaat worden. Kijken jullie vast mee? Hier is alvast het eerste begin. Speciaal hier die boog gemaakt, wat vanavond verlicht zal zijn. Vanavond zien jullie dit in de lampjes natuurlijk. Het was schijnen. De neusbeer. Nee, joh. Echt wel? Ik zie hier een mens. Waar dan? Daar. Zie je het echt niet? Nee. Daar. De neusbeer hier. Leven in Zuid-Amerika. En hier hebben we dan de Syrische bruine beer. Die heeft jeugd, schijnbaar zo te zien. Hij is als zijn vinger krab aan die steen. Nou, dit is de bongo-weide. 20 januari is hier nog een kleine geboren. En ah, die ligt daar achter. Daar ligt die. En in het museum hebben ze ook kleine ponies. Hier een witte. En daar nog een bruine. En daar ligt die nog te slapen, de Maleisische beer. Hij is niet buiten, dus we zijn nu langs van binnen. En naar boven ligt er nog een te slapen. Dit zijn binnenverblijven. De patoei-ezel. 2, 4, 5 stuks. Die zijn nog aan het eten. En ze hebben hier ook groene paarden. De wolven. Knibbel, knibbel, knuisje. Niet knibbel te ruim, knuisje. Ja, een echte heksenhuis, dames en heren. Midden in een dierentuin, je zult werkelijk niet geloven. En als je naar binnen gaat, dan verander je ook nog in steen. In Duitsland noemen ze dat Meerschweinchen. En in Nederland zijn dat gewoon cavia's. Hele lieve beesten. We hebben hier daadwerkelijk een heel cavia dorpje. Daadwerkelijk hele kleine geitjes. Leuk. Leuk, hè? Ja. En hier zitten de volwassenen. En daar zit ook nog een kleine. Achter die grote. Leuk, leuk. En die liggen daar heerlijk in dat hoekje. Te slapen. Ook buiten zitten nog een paar van die kleine. Dat wil alwaar zijn. En natuurlijk de malen. Komen ze naar buiten toe. Lekker buiten spelen. Voor de kinderen een hele waterspeeltuin. Als het lekker warm weer is, kunnen ze zich hier ontzettend van maken. De Przelski paard, een van de oerpaarden, die wat nog voordat we het gewone paard gingen fokken, bestonden. Nu zijn ze langzaam teruggefokt, voor weer opnieuw. Deze paarden
te laten zien aan de mensen. Verderop een kudde kamelen met twee bulten. En inderdaad een kleinere kameel wat daar rondloopt tussen de hele grote, maar niet meer zo heel klein. En nu nog even van korterbij de kamelen. De bonte marter binnenin te zien. Uit Maleisië. Ook hier zie je wel werkzaamheden en een nieuw verblijf. Welk verblijf het wordt, ik zou het op dit moment nog niet weten, maar ze zijn in ieder geval druk bezig. De pelikanen en de reiger. De reiger is een goede visser en de pelikanen lepen gewoon een hele vijver leeg. So, hört ihr auch zu, sonst müsst ihr draußen bleiben. Ganz einfach Regel. So, ihr könnt euch gleich das Futter kostenlos nehmen. Wir müssen heute mal ein bisschen gucken, weil die Anlage hier umgebaut worden ist, wie die Elefanten sich da schon mit anfreunden. Ansonsten die Kinder nicht auf die Absperrung halten oder drüber halten und das Futter nicht reinschieben. Er riet een mooie voor zijn in weggaan, er riet wel op de foto. De neushoorn. De halsbandpikari. Jezus, ze zijn alle bij elkaar. Kom. En hier nog twee andere neushoorns. Eentje kort bij de deur. En eentje hier meer vooraan. In dit verblijf. De zebra's. De genoe. De vogels. En de struisvogel. Ja, nog een struisvogel. De waterbokken. Er zijn twee kleine geboren, 1 op 17-12 en 1 op 17-1-2017. De olifanten. Kijk hier aan zijn staart hangen. Ja. Sorry. Zijn er Afrikaanse dames zo? Nou, hier de zebra en de genoeg. Mooi bij de bomen. Heerlijk relaxed. Van het zonnetje genieten. Dit is de springbokken, waterbokken. En natuurlijk de mooie zebra's en de genoeg. Deze giraf staat hier binnen in het hok en die andere zullen wel buiten zijn. Hij is heerlijk aan het eten. De leeuw, oftewel de leeuwin is dit. Er liggen al twee buiten.
Eentje links, eentje rechts. Eentje een beetje verscholen achter de boom. En de andere ligt in die hoek. Oh jezus, het begint te regenen. Even een oh, schattig. Ja, muizen. Die honden. Vruchteneters. Apenstreken. Oh, ik heb een giraffe. Wat is dat? Ja. No. Oh, die hebben we zo. En die is op zoek naar eten. Nou, hierboven is er een bezig met stro. Zich een bed opmaken. Dat die kan gaan slapen. De bontemaki. Oh, de makies. Oftewel half apen. Nu liggen te slapen. Ja, was ja, leuk. De gorilla. De kappen zijn aapjes. De pingens. Dit zijn geen zuipoefpingens. Naar de gulle pingen. De brillenpingens. Oh. En nu zijn we dan in het orang-outanghuis. Ik
Het jachtluipaard. En hier ook weer de giraffe bij het huis buiten. Het aquarium. Schelpadjes. Granaaltjes. Hier komt een gifkikker. En nog een keer de gele. Daar. De gele. En daar de blauwe. Nou, daar zat er nog iets. Oh, de gouden pijp. Gifkikker. En de driekleurige gifkikker. En de wandelende tak. Een gekko. Axolot staat. En een watersalamander. Een vogelspin. Wel een vogelspin. Een spitselspaatskind. Nou ja. Monkey lizard. Heerlijk genieten van de zon, de kangoo. Kom. Kom. Kom dan. Kom. Kom. Zo hé. Gigantisch. De gauw of de bosgaroes. Jezus, wat een labiestuk. De Noord-Persische leeuwbart. Fünfmal pro Woche erhalten die Höfen ihre Fleischportionen. Montags und freitags hingegen ist Fasten angesagt. Gefüttert wird ausschließlich Fleisch. Dieses aber abwechslungsreich. Angeboten wird im Wechsel Fleisch vom Rind, Schaf, Ziege, Pferd oder auch Geflügel und Kaninchen. Grundsätzlich wird kein Schweinefleisch verfüttert, denn
Über Schwanzfleisch kann eine für Katzen tödliche Krankheit übertragen werden. Bei jeder Fütterung erhalten die Tiere für sie abgestimmte Rationen. Die weiblichen Löwen bekommen ungefähr 2 bis 3 Kilogramm Fleisch inklusive Knochen. Der Löwenmann erhält sogar zwischen 3 und 5 Kilogramm. Bildet gemeinsam mit 5 weiteren Katzenarten die Gruppe der Großkatzen. Neben den Löwen gehören auch Tiger, Leoparden und Jaguar in diese Gruppe. Auch die weniger bekannten Schneeleoparden und Nebelparder sind ebenfalls Großkatzen. Bei der Lebensweise der Katzen weist der Löwe ein Großkatzen. Das ist auch eine letzte Ausfahrt. Der spielende Bären.